Goedenavond, beste luisteraars van Radio Positief. Met plezier komen wij nog een keer tot jullie met het woord van leven. En wij bereiden ons voor op het begin van de Goede Week, of de Heilige Week. Een week die echt speciaal is. Wij hebben dit tegen de mensen tijdens de diensten gezegd, deze laatste dagen, dat de dat één jaar, het jaar heeft 52 weken in totaal. Dus er zijn 52 weken in het jaar. Maar onder die 52 weken is er één week die speciaal is. Dat is de Goede Week of de Heilige Week. De week waarop wij de dood en de opwekking van de Heer Jezus vieren. De dood van Jezus toen Hij stierf in onze plaats. En de opwekking van Jezus die laat zien dat Hij zelfs de dood heeft verslagen, overwonnen. En door het geloof in Hem, in de Heer Jezus, ontvangen wij, vinden wij kracht om alle problemen op te lossen, om alle strijden te kunnen doorstaan, om alle uitdagingen te kunnen aangaan zonder op te geven. Omdat Jezus overwon, en als Hij overwon en wij geloven in Hem, dan kunnen wij ook overwinnen. Maar het geloof is veel meer dan een theorie dat ons doet denken. Oké, ik geloof in God. God bestaat en ons leven wordt hierdoor gezegend. Zo is het niet. Theoretisch gesproken wel. Wij geloven en door het geloof worden wij gezegend. Maar in praktijk houdt het geloof veel meer in dan alleen geloven dat God bestaat. Het houdt het volgende in. Een zekerheid die ons doet bewegen, handelen als iemand die echt gelooft. Zoals wanneer wij kijken naar mensen die van iemand anders houden, dan wanneer wij van iemand anders houden, dan kunnen wij, dan zijn we klaar, bereid, in staat om alles te doen om de persoon te behagen, om een compromis te hebben, een verbintenis, een verbond te sluiten met de persoon van wie wij houden. En waarom is dat zo? Omdat wij van de persoon houden. Er bestaat liefde. En de liefde zorgt ervoor dat wij de persoon waarderen, dat de persoon goed behandelen, dat wij offeren wat noodzakelijk is. We offeren dingen op om het goede te doen jegens die persoon, om hem, om haar te behagen. Zo gebeurt het met de liefde. En zo gebeurt het ook met het geloof. Wij geloven in God, dus wij doen alles wat noodzakelijk is om te laten zien dat wij hem behagen. Door hem te eren, te dienen, te volgen, te zoeken. Door zijn wil te doen, zijn woord in praktijk te zetten. En als wij praten over de Heilige Week of de Goede Week, beginnen wij met de komst van Jezus in Jeruzalem. De intocht van Jezus in Jeruzalem. U vindt dit in het boek, het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 19. Dat Jezus tegen de discipelen zei om een klein ezel te gaan halen, zodat hij daarop kon zitten en in de stad Jeruzalem binnen kon komen, zoals de profetie het zei. En de Bijbel zegt in Lucas 19:36. En terwijl hij voorttrok,
spreiden zij hun klederen op de weg. Dus de mensen gingen een... zoals de rode loper, weet u, dat wat de artiesten, wat gebruikt wordt om de artiesten te ontvangen in een, bij een speciaal evenement. De mensen gingen zoiets voorbereiden voor Jezus. Dus de mensen waren bezig met Jezus verwelkomen in Jeruzalem. En terwijl hij voorttrok, spreidden zij hun klederen op de weg. Toen hij reeds dichterbij kwam aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen, met luider stem, om al de krachten die zij gezien hadden. En zij zeiden: gezegend hij die komt, de koning, in de naam des Heren, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. Dus dit waren de zinnen die gezegd, die herhaald werden door de discipelen, niet alleen de 12 apostelen, maar alle volgelingen van Jezus. Degenen die zoveel wonderen hadden gezien, die zoveel krachten hadden gezien, die zoveel woorden hadden gehoord van Jezus. En ze herkenden dat, dus met plezier gingen ze Jezus prijzen, aanbidden en en hem verwelkomen door hun kledingen, hun kleren, door de palmtakken op het pad te leggen. En ze verwelkomden Jezus op die manier. Maar niet iedereen geloofde. En de volgende vers zegt zo: en enige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. Omdat ze dachten dat het niet correct was dat de discipelen zo handelden. En hij antwoordde en zeide: ik zeg u, indien deze zwegen, zouden de stenen roepen. Met andere woorden, wij kunnen de mensen doen zwijgen. Maar als deze zwijgen, dan zullen de stenen roepen. Met andere woorden, het is onmogelijk om de manifestatie van God te annuleren. Het is onmogelijk om te handelen op een manier die de werken van God zal annuleren. Dat is niet mogelijk. Op een gegeven moment werd een blinde man genezen. En de Bijbel zegt dat toen hij genezen werd, dan kwamen de mensen om hem proberen te doen zwijgen, de fariseeën. En ze wilden zeggen: nee, dat is niet van God, hoe kan dat? Iemand genas je op de Sabbat, omdat ze niet op de Sabbat werkten. En hij zei, als hij van God is of niet, dat weet ik niet. Ik weet één ding, ik was blind en nu zie ik. En hij ging God prijzen, toch? Het maakt niet uit wat de mensen zeiden. Hij was blind, hij was vroeger blind en nu kan hij zien. Zal hij zwijgen? Het is niet mogelijk, toch? Het is niet mogelijk. Eén man werd door Jezus genezen. Hij was verlamd, dus hij kon niet lopen. Hij werd genezen, hij begon te lopen. En Jezus zei tegen hem: sta op, neem je matras op en wandel. Hij deed precies wat Jezus zei. En de fariseeën kwamen en zeiden: jij mag jouw matras niet meenemen, omdat het Sabbat is. Ze waren echt streng met hun wet. Maar ze behaagden God niet. Ze waren alleen ze waren mensen die de tradities volgden, maar die niet echt geloofden. En ze zeiden tegen de man: jij mag jouw matras niet meenemen vandaag, omdat het de Sabbat is. En hij zei: degene die mij genaast,
Die zei tegen mij, neem je matras op, dus ik doe het. Met andere woorden, wie zijn jullie om tegen mij te zeggen, doe dat niet. Als degene die mij genas tegen mij zei om het te doen. En de mensen gingen vooruit en ze deden wat Jezus zei. Dat was een van de redenen. Dat is een van de redenen waarom de fariseeën Jezus wilden doden, de priesters. Omdat ze geen kracht hadden om het volk te overtuigen dat ze Jezus niet mochten volgen. Omdat de mensen in Jezus de macht van God zagen. Het is hetzelfde dat er gebeurt in onze dagen. Hoeveel mensen zijn er die het geloof verliezen of verlaten? Hoeveel mensen zijn er die zeggen dat God niet bestaat of dat het gekheid is om hetgeen te doen wat in de Bijbel staat? Maar het is een feit dat wat God in ons leven deed, door ons ervaren werd. En ik volg God uit mijn geloof in hem en de ervaring, de persoonlijke ervaring die ik met hem heb. En zeer waarschijnlijk zegt u dat ook. Dus niemand kan ons overtuigen om hiermee te stoppen. Wij gaan door, omdat wij onze eigen ervaring hebben gehad met God. Ik dien God al 31 jaar. Een beetje langer dan dat, bijna 32 jaar. En ik weet wat hij deed in mijn leven, in mijn familie. En wat hij nog doet. Dus zullen de mensen genoeg kracht hebben om mij te overtuigen om het niet te doen? Ik ben de enige die kan beslissen om hiermee te stoppen. En als ik vastbesloten ben om hetgeen te doen wat God zegt, kunnen de mensen zeggen, jij moet hiermee stoppen of jij moet zwijgen. Dat zal niet genoeg zijn. Jezus zei, indien deze zwijgen, zouden de stenen roepen. Dus, beste vriend, beste vriendin, wie bent u? Bent u iemand die het woord van God hoorde, daarin geloofde, hierdoor gezegend werd? En u weet in wie u gelooft, op wie u vertrouwt, dan bent u een persoon die niet opgeeft. Zelfs als iedereen tegen u zegt om het om op te geven, om te stoppen met geloven. Zelfs als de fariseeën van onze tijd komen en zeggen, stop ermee, dat is niet goed. Waarom? Jij volgt een kerk, de pastor, de bisschop, is een man. Zij zijn alleen maar gewone mensen. Dat is wat wij zeggen ook, toch? Als iemand zegt dat ik een man ben, Godzijdank. Omdat ik een man ben, dat weet ik, Godzijdank. Maar wij volgen God. Wij volgen geen mensen. Geen man, geen vrouw. Wij volgen God. Als iemand fouten wil zoeken en vinden in iemand anders, gaat het hem lukken, omdat wij allen fouten hebben. En nog iets, wij hoeven niet eens fouten te maken, zodat de mensen fouten vinden in ons. Omdat elke persoon de vrijheid heeft om zichzelf en de anderen te beoordelen en zelfs veroordelen. Maar aan het einde worden wij behouden of veroordeeld door wat wij deden en niet wat de mensen zeiden. Dus als u een persoon bent die erkent, ik heb God nodig, ik heb zijn aanwezigheid nodig, ik heb zijn kracht nodig, dan weet u al dat Jezus binnen in uw huis, in uw gezin, in uw leven wil komen, zoals hij kwam in Jeruzalem. En als iedereen zwijgt, sowieso zal de glorie van God gezien worden door het karakter, door de natuur, door wat God doet, omdat de werken van God bestaan. En zij zijn te zien door iedereen.
Er zijn wie degenen die het erkennen en degenen die het negeren. Maar God is dezelfde en hij verandert nooit. Deze zondag is het Palmzondag en wij gaan de Heer Jezus verwelkomen in ons leven en in ons gezin. Mis de dienst niet, is het mogelijk voor u om een palmtak mee te brengen naar de kerk? Breng het dan mee. Wij gaan samen bidden en met die palmtak gaan wij zegenen. U gaat het naar huis meenemen en het daar laten gedurende de volgende dagen. Deze zondag begint het de goede week uit 52 weken in het jaar. Bestaat er een week die heilig is. En dat is de week die deze zondag begint. Geef uw tijd aan God. Zoek hem op de eerste plaats. Hij zal uw leven zeker zegenen. Wij komen zo terug met het gebed. U kent mijn wensen, Heer, u kent ook mijn geloof. U kent geheel mijn pad en mijn verleden. De wereld verliet ik, mijn leven gaf ik u. En dat was mijn beste keuze tot nu toe. Vrienden verloor ik, de illusies gaf ik op. Velen zeiden dat ik het niet zou vertragen. En toen ik alleen was, zag ik uw sterke hand, die te midden van de strijd mij altijd leidde. O, wist ik het maar eerder, u te volgen is zo mooi, dan zou ik niet zoveel tijd hebben verspild. Nu dat ik u heb gevonden, verlaat ik u nooit meer, Heer. U bent mijn beste keuze ooit gemaakt. O, wist ik het maar eerder, u te volgen is zo mooi. Dan zou ik niet zoveel tijd hebben verspild. Nu dat ik u heb gevonden, verlaat ik u nooit meer, Heer. U bent mijn beste keuze ooit gemaakt. U kent mijn wensen, Heer. U kent ook mijn geloof. U kent geheel mijn pad en mijn verleden. De wereld verliet ik, mijn leven gaf ik u, en dat was mijn beste keuze tot nu toe. Vrienden verloor ik, de illusies gaf ik op, velen zeiden dat ik het niet zou vertragen. En toen ik alleen was, zag ik uw sterke hand, die te midden van de strijd mij altijd leidde. O, wist ik het maar eerder, u te volgen is zo mooi, dan zou ik niet zoveel tijd hebben verspild.
Nu dat ik u heb gevonden, verlaat ik u nooit meer, Heer. U bent mijn beste keuze ooit gemaakt. O, wist ik het maar eerder, u te volgen is zo mooi. Dan zou ik niet zoveel tijd hebben verspild. Nu dat ik u heb gevonden, verlaat ik u nooit meer, Heer. U bent mijn beste keuze ooit gemaakt. U bent mijn beste keuze ooit gemaakt. Onze God en onze Vader. Niemand kan uw macht, uw wonderen, uw werken tegenhouden. Niemand kan uw werken verbergen, omdat uw macht te zien is. En niemand kan dat aan u leren. Men kan proberen uw werk, uw werken te vertragen. Maar alles gebeurt volgens uw wil. Dus laat uw wil geschieden. Laat uw geest komen over een ieder die samen met ons bidt. Raak het leven aan van wie pijn lijdt, van wie ziek is, van wie zoveel problemen mee maakt. En transformeer deze levens. Dat vragen wij u, o Heer, in Jezus' naam. Genees de zieken, bevrijd de gekwelden. Breng de oplossing aan een ieder die zich aan u overgeeft. Heer, antwoord ons gebed en manifesteer uw macht, zodat deze levens herstellen, gezegend worden, zodat een ieder vooruit gaat. En uw naam zal geprezen worden door hun getuigenis. In Jezus' naam zegen deze week, in feite volgende week, vanaf deze zondag, de goede week. En laat er goede dingen geschieden in het leven van uw volk. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus' naam, amen. En God zij dank. Amen. Heel goed, beste luisteraars van Radio Positief. Deze zondag begint het de goede week. Niet te missen in de UKGR. En wij weten zeker dat er grote wonderen gaan geschieden, gaan gebeuren. Weet u waarom? Omdat de werken van God niet voorbij zijn. God wil nieuwe dingen doen. En nog grotere dingen dan wat wij tot nu toe hebben gezien. Dus geloof daarin en ga vooruit in de zekerheid dat God u zal belonen en zegenen. Op maandagavond komen wij terug op Radio Positief met nog een woord van leven. Maar deze zondag zullen wij hier in Den Haag aan de Fruitweg nummer 4 aanwezig zijn om voor u te bidden. Maar alle pastors zullen het ook doen in alle vestigingen van de UKGR in Nederland. Dat God u zegenen, een fijne avond verder en tot binnenkort. Thank you.